Goedemorgen, welkom bij Scouting Schijndel. Wij organiseren deze ochtend een open dag, open kijkochtend voor alle kinderen. Vanaf 5 jaar oud op zaterdagochtend draait tot en met 14 jaar oud. Maar in principe mag iedereen komen kijken. Zowel kinderen, jongeren als stafleden zijn welkom. Dit zijn de verkenners. 10 tot 14 jaar oud. Ze draaien en op de woensdagavond en op de zaterdagochtend. Dit is de zaterdagochtendgroep. En je ziet hier eigenlijk dat ze dus gaan knopen, ze gaan een vlot maken om vervolgens om het water op te gaan om daar een wedstrijdje te doen. En het idee, het mooie ervan is dat ze natuurlijk moeten proberen om een enigszins stevig vlot te maken dat niet direct het water inzinkt zodra ze op het water komen. We leggen hier 2 tonnen in de lengte met de balken ertussen. En als we dan deze 2 balken zo goed bij elkaar krijgen, op deze manier, dan kan de tonnendak niet doorheen zakken. En als we hem dan omdraaien, dan drijft hij op de ton. En dan krijgen we eigenlijk hier een lange drijver en dat doen we aan deze kant precies hetzelfde, op dezelfde manier. Dus de balken genoeg dicht bij elkaar, dat de ton er straks niet doorzakt. Als we dat dan omdraaien en we verbinden dat aan elkaar met een balk, dan krijgen we eigenlijk net een katamaran. We hebben 2 drijvers en hebben we ook genoeg oppervlakte om erop te gaan zitten en dan kunnen we ook naar mijn stuur ook nog. De Welpen zaterdagochtend zijn Britse Bulgaren aan het spelen. Renspel. Hoort natuurlijk bij de leeftijd. We hebben Welpen op vrijdagavond en Welpen op zaterdagochtend. Dat zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar oud. En zowel op vrijdagavond als zaterdagochtend doen we veel buiten. Veel renspellen, veel actieve dingen, veel uitdagende activiteiten. En voor elke groep zoeken we eigenlijk al nog leden. We zagen net de Welpen. De Welpen jongens moet ik zeggen, 7 tot 10 jaar oud. We hebben Welpen jongens, maar daar ook aan de andere kant, ook de Welpen meiden. Welpen meiden zijn hier op de zaterdagochtend ook bezig. En die maken op dit moment zijn ze bezig met het maken van fakkels. Fakkels maken, ze scheuren repen stof af. Die wikkelen ze rondom een stok en vervolgens dompelen ze daar kaarsvet overheen. Maken een kampvuurtje, kunnen we ze lekker aansteken en dan zijn we lekker bezig geweest. Dit zijn de bevers, de jongste van de vereniging. 5 tot 7 jaar oud. Vooral veel spelen, veel buiten, veel tekenen, kleuren, creatief. Vanaf september draaien ze ook weer met een nieuwe groep. Dus wil je meedraaien, meld je op tijd aan, want ze zijn altijd vrij snel vol. Scouting Schijndel is een vereniging met 200 jeugdleden ongeveer, plus minus 60 vrijwilligers. Zo'n vereniging draait ook op vrijwilligers natuurlijk. Wij hebben toch van vrijwilligers nodig. Wil wij kunnen draaien, wil wij al die kinderen kunnen bedienen, kunnen een leuk programma kunnen maken. Eén van die vrijwilligers staat hier naast mij, Mike. Goedemorgen. Goedemorgen, Falco. Zeg het eens, hoe lang ben je eigenlijk al vrijwilliger bij Scouting Schijndel? Iets meer dan 4 jaar ondertussen. Iets meer. En waarom ben je vrijwilliger geworden? Wat vind je het leuke eraan? Toch een beetje scouting die ik vroeger had weer een beetje te beleven. En omgaan met kinderen en om voldoening uit te halen. Voldoening. Oké, wat doe je vooral met de babers? Veel buiten geloof ik? Ja, buiten spelen. Spelletjes samen doen vooral. Dingen van eten maken. Broodje bakken boven het kampvuur. Dat soort dingen. En na de babers. Ik weet dat je 4 jaar staflid. Je gaat ook weer door naar de volgende groep. Je gaat ergens anders, word je vrijwilliger. Bij welke groep word je vrijwilliger? Bij de verkenners. Jongens van 10 tot en met 14. En waarom de overstap van bevers naar verkenners? De jongens hebben iets meer zelfstandigheid in hun. Iets meer hout hakken, iets meer scouting-achtige dingen. Scouting Schijndel, vereniging met 200 jeugdleden. En wij proberen elke week een leuke, een andere opkomst te organiseren voor al die kinderen. Kinderen van 5 tot 7 jaar oud, 7 tot 10, 10 tot 14, 14 tot 18. Eigenlijk vanaf 5 jaar kun je voor elke leeftijd wel terecht bij Scouting Schijndel. En we willen natuurlijk wel voor een zo groot mogelijke doelgroep een leuk programma neerzetten. Dus heb je zoiets van, goh, leuke afwisselende programma's, uitdagende programma's, lekker outdoor, lekker buiten bezig zijn.
Meld je dan vooral aan, kom een keer kijken, want het is echt gewoon hartstikke gezellig. En het is lekker samenwerken.